Als je natuurlijk zit in een digitale omgeving, zijn er andere risico's dan vroeger. En dan zegt men, er zijn grotere risico's dan vroeger. Dat durf ik al niet zeggen. Waarom? Vroeger had je een papieren dossier. Als dat brandde, was het weg. Je stopte een aantal belangrijke documenten in het verkeerde dossier, je vond ze nooit meer terug. Dat zijn gevaren die er niet meer zijn. Men kijkt blijkbaar alleen maar naar de nieuwe gevaren en men heeft niet altijd door dat de oude gevaren eigenlijk weg zijn daardoor. Doordat alles digitaal is, laten we gewoon het systeem zoeken naar dat document dat in een verkeerde file is gestopt en we vinden het terug. Natuurlijk zijn er een aantal gevaren, maar de gevaren zijn niet dat je dossier gaat verliezen. Want we hebben backups van dossiers en we hebben ze, die backups hebben we zitten letterlijk in de cloud en ze worden opgeslagen, want ze zitten niet echt in de cloud, je weet dat. Dat staat eigenlijk op servers op andere plaatsen in de wereld en wij weten dat dat bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland en Canada is. Als we hier een heel grote ramp hebben, dan nog zijn die dossiers er. Dus in dat opzicht is het eigenlijk een voordeel. Andere veiligheid is natuurlijk, mensen kunnen in je dossier kijken, je moet daarmee opletten. Wel, bijvoorbeeld voor privacy. Dan zeg ik, nee, vroeger was dat gevaarlijker. Want die dossiers lagen op bureaus bij mensen. En dan kwam de kuisvrouw voorbij en die zag dat er iemand een ongeneeslijke ziekte had. Ja. Nu zit je achter een scherm en als je weggaat, valt dat scherm uit. En als er iemand bij ons gaat kijken in een dossier waar hij geen zaken mee heeft, zegt het systeem, er zit hier iemand in het dossier waar hij niet mag in kijken. Want hij is niet de dossierbehandelaar. Dus dat is eigenlijk ook al een gevaar dat weg is. Er is een gevaar dat de Amerikanen alles bestuderen. Daar kunnen we weinig aan doen. Iedereen heeft dat gevaar. Of de Chinezen, of enzovoort. Oké, dat is natuurlijk niet het probleem van het nieuwe werken. Een probleem van een organisatie kan zijn dat mensen hun paswoorden te weinig vernieuwen. Dat ze Azerty gebruiken, of 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dat zeggen we aan mensen, verander dat. Beveiliging is ook een middel voor IT om verder de baas te zijn in een organisatie. Want de meeste organisaties worden niet door CEO's geleid, maar door de directeur van de IT-dienst. Want die zegt wat niet kan, want dat is niet veilig. Want zij willen geen enkel risico lopen. Een organisatie die geen enkel risico wil lopen, is dood. Je moet durven risico's nemen. En aangezien dat bedrijven altijd moeten veranderen, want anders bestaan ze niet meer. Maar IT zegt meestal, omwille van beveiliging, 100% beveiliging. Ja, sorry, dat werkt niet.